Ik ben Guido van Doren en ik speel viool. En ik speel al bijna 30 jaar bij Antwerp Symphony Orchestra. Ah, hoe ben ik bij de viool terechtgekomen? Wel, dat is eigenlijk een speciaal verhaal. Mijn opa die speelde viool als hobby. En zo is dat gegroeid bij mijn ouders. En zo ben ik begonnen met viool. En van een hobby is het een beroep geworden. Ik vond dat al vrij snel tof en ik dacht, ja, dat zie ik wel zitten en dat wil ik doen. Maar ik heb eigenlijk geen favoriete componisten. Ik vind, er is goede en slechte muziek in alle genres en ook bij de componisten is dat zo. Ja, voor mij is er niet echt een favoriete componist. Ik heb mijn hele leven al zoveel gespeeld. We zijn in China, in Japan, Oost-Europa, Brazilië, Colombia geweest. Dat is allemaal tof. Dat is Spanje natuurlijk ook, Frankrijk, noem maar op. Dus ik heb al veel gezien van de wereld. Ja. Dankzij mijn beroep.